verdacht mensen met, mensen met masker worden niet geholpen hier in het ziekenhuis. Nee. Niet? Nee, helaas. Zijn meestal stouters. Wat? Iedereen heeft er recht op hulp. Moet ik je helpen? Ja, ja. Ik heb een beetje pijn. Nou, dan ga ik je maar gelijk helpen. Ik zie dat je een bloeding aan je borst hebt. Wat heb je gedaan? Ik weet het zelf niet eens. Ik kom gewoon even voor dubbel checken, toch? Ja, nou. Hé, ik zie dat je hechting moet. Dus als je even mee wil lopen, dan kan ik je een hechting geven. Yes. Kom maar. Goedendag. Is de service daar je roepnummer aan kunnen passen? Ja, vernomen. Dan mag je even gaan liggen. Ja, nou, ik ga een hechting doen. Ik ga je eerst even verdoving geven. Ja, dat hoeft niet per se. Ja, het is maar voor de zekerheid. Even in laten werken. Zo. Ja, nou dan ga ik nu beginnen met de eerste hechting. Ik denk dat het maar twee hechtingen wordt. Zo. En zo. Nou, knoopje erin. En los. Zo. Alsjeblieft. Ja, ik ga er wel nog even een verbandje. Nou, het is er maar gewoon een pleister. Maar, zo. Dan moet je wel even rustig aan doen. Maar dan mag je zo weg. Ja. Kijk uit met je buik, want je hebt er nu natuurlijk geen gevoel in door de verdoving. Ja, ja. Dus, nee, ik doe voorzichtig dan. Ja, als je pijn krijgt, gewoon paracetamol of ibuprofen nemen. Ja, goed. Je bent een grote kerel, dus je mag er twee. Ik heb wel gezien. Ja. Zo. Fijne dag. Ja, dankjewel, zo. Hallo. Hey. Ik zal even mijn rugnummer aanpassen. Nee, is goed. Weer terug. Goedendag. Hallo. Hi. Heeft u hem nodig? Met wat ben jij bezig? Een beetje. Met de... Ja, ik doe het ook. De rechterbeen, alleen de hoofd en de linkerarm moet nog. Ja, ik doe het hoofd wel. En. Ja. Nachtmerrie krijgt 50 punten. Jullie en ik. Ik heb de baan maar door te vliegen met de helikopter en dat past er niet. Ja, en bij het riool. Maar nachtmerrie, dus nee, maar niet. Ja, dat is niet meer nodig. Ja. Even kijken naar de bloeddruk als het allemaal goed is. Ja. Ja, het was net iets belangrijks, maar ik ben even snel druk bezig. Vertel ik daar, ik ben heel druk bezig nu. Ach, ga maar. Aangepast hoor, dus bij iemand anders kunnen ze niet meer checken. Jezus. Hallo. Oh. Ik ben iemand mee even aankijken. Altijd. Dat geldt namelijk. Dat is toch niet handig, hè? Ik denk dat we nu met hetzelfde bezig zijn. Ja. Oké, je bent weer goed. Want je hebt alleen nog een kleuzing in je linkerarm, maar daar kunnen we niks aan doen. Oké. Geen bloedverlies of zo. Dat kunnen we eventjes checken bij je, dat is geen probleem. Yes. Lekker doen. Ja. Hey Rowan, heb je het gehoord? Ik kon heel lang niet actief zijn op Discord, aangezien mijn telefoon in het water was gevallen. Mijn god. Ik ben klaar, meneer. Dat is allemaal goed. Is goed, dankjewel. Ja. Wat heb je dan weer voor elkaar gekregen dan? Nou, ik was dus ook op vakantie.
in Polen. Yeah. En daar op de camping hadden ze zomaar meer. En ik was met een vriend van mij, was ik daar. En ik was zomaar aan het vissen. En hij mocht even mijn vissing alleen. Dus ik was aan het kloten met die emmer. En ik pakte zomaar de hele tijd water. En die gooide ik zomaar in het water. Maar uiteindelijk liet ik dus zomaar die emmer vallen. In het water. Yeah. Dus er stonden daar twee van die waterfietsen. En dus ja, daar klom ik op met mijn telefoon in mijn zak. Oh god. Dus ik ging die emmer pakken en uiteindelijk hoor ik plons. Was dus mijn telefoon in het water gevallen en het onweerde. Dus ik sprong er natuurlijk achteraan. Maar het onweerde. Dus ik er snel uit. Dus ja. Ja. Het water. Het duurde zeg maar 16 minuten voordat ik hem uit het water had. Dus hij heeft 16 uur in het water gelegen. Maar. Het is dus nu. Hij doet het. Maar mijn werkgeheugenschijf, zeg maar, ding. Die is helemaal aangetast, dus hij werkt heel erg sloom, dus ik krijg wel een nieuwe. Maar hij doet het, dus ik zit er nu gewoon naast en ik zit gewoon TikTok te kijken erop en zo. Dus ja. Oh mijn god, zo, hoe kan je dat? En de simkaart doet het toch? Nee. Ja, iemand ik alleen... Buiten, iemand drukt het bankje bijna binnen toe. Oh, lekker. Hallo. Kan je op mij helpen? Ja. Wat heb je gedaan? Je hebt niks. Oh, fijne dag. Oké. Joe. Oké. Ja. Ik heb een vlieg in mijn kamer. Godverdomme. Ik ga even kijken of ik de bankje weer een beetje weg kan duwen. Ja. Zo irritant voor de deur? Echt. Kutdeur. Dus ik ga tegenaan rijden zeker. Wacht, ik ben een walvis. Wacht, ik ben een walvis, laat mij. Hut? Hier. Oh. Ja, mooi. Kut. Hij is wel zo voor de deur, maar... Ja, boeien. Vogels is zo maar. Wacht, ik ga nog... ja, wat was ik aan het doen? Hallo. Ja, nee. Snap jij hem? Nee. Hey, dat is onze water. Ik heb zin in koffie. Maar ik heb ook... Nou, hey. Oké, hij is een schilderij aan te pakken ofzo. Of iets maken. Wel uitkijken voor de muren, hè? Die schilderij hangt toch vast? Of zie ik dan weer verkeerd? Wat? Hij heeft, ja. Maar... Oké. Okay. Hij moet wel uitkijken voor de muur. Maar volgens mij slaat hij op het schilderij, dus... Hey, weet je? Ik ga even koffie halen, maar ook in mijn hoofd. Dus ik ben even slaat vier. Is goed. 30 minuten zit ik nu al in de stad. Helemaal niks gebeurd. Waarom denk ik dan? Maar... Misschien... Ik kom direct wel weer een melding of misschien helemaal niks. Voor ons gaan rijden? Wat? Even met een bakje. Oké, doei doei.
1. Hoi. We hebben een dood iemand, kunt u even helpen? Oh, ja natuurlijk. Goedendag. Goedendag, schotel. Oké, ja, laat maar. 1529, ander 15. Meneer heeft, een pols van 0 en geen bloeddruk. Oh. Oké, ik heb hier momenteel iemand dood op Blokpark Garage. Hoe weet je dat hij dood is? Je moet hem gewoon helpen. Ik heb een assistentie. Ja, is meestal is 0 bpm dood. Ja, yeah, I don't give a fuck. Ja, even wachten. Misschien kan ze je wel omhoog halen en dan hoef je helemaal niet te... Dan moet je liggen blijven, vriend. Ik ga het proberen. Hoi, Mout. Gewoon epi erin en schokken met dat ding. Jammer, we mogen we niet meer schokken. Mogen we dat niet meer? Nee. Hey, shit, dat moet maar het werkt niet. Dus, ja. Ik heb Mout. En een keer drie keer geëpied en drie keer geschokt en het werkte perfect. Daarom. Het helpt juist bijna niet om hardkloppen. Als, ja. Dat reanimeren helpt juist bij... Nou, ik zou je verbazen dat reanimeren beter helpt dan dat. Ik heb gisteren iemand staan reanimeren en die gast met het stroomding kreeg niet voor elkaar en ik wel met de hand. Zouden jullie alsjeblieft een beetje afstand willen houden? Natuurlijk. Allemaal een beetje aan de kant inderdaad. Help! Dan kom je niet weg. Misschien kill is het idee allemaal van de stoep af gaan staan. Kill issue! Nee, we stonden op blokpark. Oké. Hallo Rowan. Robin, haal hem even omhoog. Ik heb twee keer gereanimeerd en dit wordt mijn tweede keer EP. Ik heb een echte schoppetje goed. Even helpen. Nou jongens, jullie zien het goed. We hebben hier een dode. Ik ben bang dat het ook echt een dode is. Ik ben bang dat het bij een persoon die dood gaat. Of chill, iemand hier waarvan de. Iemand die hier geen hartslag heeft, is sowieso dood, hè? Ah, boeien. Dat gaat toch allemaal dood? Deze probeert zijn eigen leven erin te krijgen. En misschien is hij zo verstopt te roken, dat weet je niet. Oké. Doet hem naar het leven wekken. Oké. Gewoon positief blijven. Lekker een vape, jongen. Ja, goed hè. Beetje slaak hier, met mental. Ik vind het wel goed. Ik val op jou. Ik wil zeggen, gaat smoken. Toch gewoon bij ons doen aan, hè? Kom. Ik bang dat we een dood hebben. Even schokken, hè? Gaan we even een tikje spelen. Dat er inderdaad een aan de andere kant waarin in het midden een groot gat is. Oké, ik ben blij voor je dat je dat leuk vindt, man. Ja. Hij voelt zich aangesproken. En als hij wat zei, jij reageert.
morgen. What's up? Ik ga wat chappen mogen. Klaar dan? Dat is mogelijk wel. Ik heb geen zin om naar het ziekenhuis te gaan. Ja, jong. Wel. Ik ga zo bij elkaar gesproken. Ik moet de ambulance hier. Ja, even niet. Zou je me even willen helpen? Nou, we hebben hier doden, dus eigenlijk niet. Dus. Kijk uit, iedereen aan de kant. Dat is een rijtje plat. Doorrijden? Nee, ik ga hem even goed parkeren. Ja, geholpen mag worden. Schrapje jongen, rustig. En waar ik? Wordt helemaal lijf, hè, vriend in de krant. Ga je mij helpen, ja? Ja, ik ben tandartes. Hoera, we gingen direct reizen. Kijk, meneer. En dan werd die hoeren bij elkaar niet meer, hè? We hebben een uitkloppen. Ja, heeft hij dat voor mij? Nee, ik heb dat niet, maar die ambulancier heeft het wel voor u, denk ik. Nou, als iemand, als jullie zo klaar zijn, kunnen jullie mij dan helpen. Meneer heeft ook een zeer lage bloeddruk, 50 bij 50 ongeveer. Ja, kom maar hier dus zitten. Nee. Ik ben net geslagen. Oh. Die is dood. Oh. Help alsjeblieft. Mevrouw werd bijna boos op mij, hè? Omdat ze vroeg op mij wou helpen. Ik ben op mijn bek geslagen. Er is een heel issue bij hem, hij wordt vaker geslagen. Ik heb het ineens niet gedaan. We gaan even zijn deze plek aan schoon aanmaken. In deze heb ik het niet gedaan. Heeft gelegen. Maar doe ik het wel, maar in deze heb ik het niet gedaan. 100%? 100%? Oh, ja, politie, ja, dat is voor mezelf alleen. 300% Sabine? 300%! Goed, ja. Oké. Okay. En Ronnie? Ja? Ik ga jou dadelijk wel heel even meenemen naar het ziekenhuis. Aangezien jij je natuurlijk op je kop hebt. Sabine! Joey! Ik zou wat bloed nemen, Skjels. Spleur je zo weer neer. Ik kan ik mezelf niks. Oh, ik ben de toeterturk. Je hebt een bloeddruk van 57 bij 8. Ik ben toeterturk. Melding om de station. Ik kan naar 1. Want dan kunnen jullie met z'n twee even naar de tweedehands die komen, want daar ligt iemand op de grond hier. Het positief was goed, dus was links van mij onderweg, was goed, zijn één net onderweg. Ah, fijn, helemaal goed. Ja. Ja, daar is een ziekenhuis. Ik ben bijna bij het ziekenhuis aankomen, ik mag op pak. Goedendag. Ja, deze meneer die die is nou, dat is een kleine gevechtpartij geweest. Okay. Die meneer ligt op de grond. Hij heeft al aardig wat bloedingen en kneuzingen. Ja. Weet je waar die allemaal is geraakt? En morgen weer. Wat zijn? Ik ga het wel even vertellen. Deze man is geraakt op zijn linkerbeen, rechterbeen.
Waarschijnlijk ook buik, linkerarm, rechterarm en hoofd. Oké. Okay. Ja, overal. Dus, hij heeft een aardig pakket gehad. Ja, nu bij Karweiden, maak het mooier zomerweken. Deze week 40% korting op Lundia laminaat. En 25% korting op alle op maat gemaakte gordijnen. Kom naar de bouwmarkt, shop op karwei.nl of check onze app. Karwei, maak het mooier. Toen Sanne haar pakje van Amazon.nl opende, begon haar hart sneller te kloppen. Een soepele loopsop en geweldig ondersteuning. Rowan, kom eens uit. Ben jij beschikbaar of ben jij op een melding? Ik ben een beetje kuismensen. Kan jij even naar de car dealer komen, want ik heb geen defi bij me. Ik ben op ziekenhuis met mensen helpen. Oh, okay. Tweedehands. Ja. Hey, hij leeft. Oké, dan moet ik wel gelijk EP, anders dan is hij wel dood. Weer. Mooi. Waarom duurt het zo lang? Hij leeft niet, denk ik. Jawel, hij leeft. Hij heeft 4 hartslag. Ja, 4. Ik weet niet dat je dan ver komt. Mop, alsjeblieft. Niet weer wegvallen. Als je wegvalt... Godverd. Nog een keer moet ik rennen. Koppen? Ja, als je wil. Jij mag reanimeren. Of heb je EP? Kan jij dat? Nee, ik weet niet of... Is dat een slash iets? Of nee. Moet je dat zien in het menu? Ja, het menu. Nee, dat zie ik niet. Oké. Bij het hartslagmetertje. Zie je dat niet? Ja, die zie ik wel. Oh ja, dan moet je op de borst klikken. Dan naar het hartslagmetertje. En dan staat de reanimatie toepassen. Hoi. Zie je hem? Oh ja. Ja. Dan doet het wat. Ik ben ook bijna klaar met deze. Hey. Ja. Er gebeurt wat. Ga maar door met reanimeren, want hij is laag. EP erin? Ja, ik heb al 2 EP toegediend. Ik heb er nog eentje bij. Kut. Ja. Oh, ja. Ik ga er nog 20 bij doen. Niet te veel. Nee, anders dan is hij dadelijk geschiet hier naar boven. Kom op, alsjeblieft werk. Ik hang even bloed aan hem. Zo. Kut. Was dat EP toe? Bijna. Alsjeblieft. Ja, weet wel wat. Ik hang even bloed aan dan. Ja. Nou, dan is jullie horen, het is een moeilijke. Bloed is eraan. Ik ga weer EP te binnen. Ja. Rowan, ik heb hier iemand die heeft de hele tijd bloeddruk, maar daarna niet meer. Ik weet niet, kan je alsjeblieft even komen met de Davy? Dankjewel, bij het tweedehands. Mijn telefoon is leeg. Ga maar door, hè. Niet te veel last om even met EP. Ja. Dat is echt te veel. Ja. Ik doe even een beetje morfine voor de pijn. Zodat ik ga wel aan lens. Wat zei je? Komt eraan. Dan zei je? Even oma.
Ik haal alvast een beetje van die pijn weg. Zo. Voor zijn hoofd. Want daar zit natuurlijk 6. Zo. Ik heb in staats 1. Welkom in dienst. Ja, dan maak ik die actieve bloeding even weg op de borst. Ja. Hi. Ja, Davy. Van een schopje toe doen. Ja. Kan jij een schopje toe doen? Dat is bij mij heeft die. Oh, mij niet. Waarschijnlijk heb je hem mee. Dat zou best kunnen. Zo, ja, hij heeft nu hartslag. Wacht, wat is jouw naam? Wie ben jij? Hallo? Hallo? Wie ben Hallo, jij? Hoe heet jij? Ik heet Pieter. Oh ja. Ja, dan had ik wel de goeie. Het hartstikke voor mij hoor, dat zei je niet. Nee. Ja. Ja, lekker. 15:15:03. Hey, Pieter. Hey, welke meldingen zijn al gereden en welke nog niet? Ik ben blij dat ik wat dingetje ben, dus nu ben ik gek nog even iemand anders op. Ja, dan moet ik even kijken naar een andere melding. Ja, dan moet ik opstaan. Kan je naar een schok toe dienen, alsjeblieft? Dank u wel. Ben ik klaar? Ja, ik ben klaar. Er zijn geen meldingen, ja, op het eiland, maar daar is het nu al te laat voor. Ja, bij mij telkens, er komt een hartslag en dan is ze weg, dan is ja, weer. Ja, is heel irritant. Kom me even helpen.
Oh. Deze man heeft het niet overleefd, denk ik. Is hij geschoten? Nee, ze klopt. Wat? Ze klopt. Nee, ik heb bloed. Daar hangt de bloed onder mij. Ik heb ook bloed. Dan sprak ik het mij even op. Ja, thanks. Ja, 35, 37, 39, komt ie. Ja. Hij is er weer. Zo, dit is beter. Maar dan kan hij gelijk meegeworden door jullie. Door de politie. Ja, ik hoop het. Kan jij even de brancard pakken? Want ik heb natuurlijk... gezeik met die brancard. Nee, hij is weer. Ik heb hulp nodig. Nee, dat meen je niet. Ja, hij is weer 70 slagen per minuut. Ja, komt ie. Ja, hij is weer. Ja, liggen. Anders dan ga je wel gewoon lekker dood. Oké. Okay. Ja, hé, dat zei ik niet. Oei, oei. Echt, oh my god. Rustig. Even denken hoor. Oei. Nu ga ik. Oei. Werkt dit ding niet? Een slecht ding! Hey, what's popping? Ja, dat gaat. Good ding. Trakteer jezelf op onbeperkt luisteren, thuis op de bank of onderweg. Met Spotify Premium sta jij aan de knoppen. Geniet van onbeperkt... Hé, ik ga deze man alvast naar het ziekenhuis brengen. En download je favoriete nummers om offline af te spelen. Upgrade en... Je kan even gaan opstaan, even vertief dat je van elkaar de volk elkaar doet. Ja. Dat is weer het ziekenhuis. Heeft u een patiënt bij zich? Ja, ik heb een persoon bij me. Moet er een OK klaargemaakt worden? Een MRI en een X-ray. De beddenkamer. Is van haar maar. MWD en X-ray staan klaar. Nou, dankjewel. Kun je mijn hart stoppen? Oh, au. Ja. MWD staat ook klaar. Ja, vernomen. Ik ga gelijk naar Marie. Kom. Maar een stukje daarna. Kan dat? Ik ga richting aan de rug. Kom maar. Mag ik gaan liggen? Ja. Oké. Ik ga even een koptelefoon opzetten, want het is echt het best geluid wat hieruit komt. Zo. Is goed.
Ja, heb jij een riem of iets? Een riem, nee. Heb jij een horloge? Ja, dat wel. Oké, kan je die uitdoen? Ja, ik heb ook oortjes in, die doe ik ook wel even uit. Ja, want anders dan kom je dadelijk tegen dat ding aan en dan ben je wel dood. Fijne dag. Ik ben zo bij je terug. Oké, Shahid, ik ga hem aanzetten. Moet je heel stil blijven liggen? Ja. Het duurt even hoor. Het is bijna klaar. Ja. Zo. Hij is klaar, ik zet hem uit. Zo. Nou. Wat is dit voor kamer? Dat is X-ray. Ik ga zeg maar, overal wat je maar kan bedenken, ga ik een foto van maken. Oh, oké. Dus ik ga eerst van je armen. Zo. En zo. En je benen, zo. En zo. Oké, dan ga ik nog even van je borst een foto maken, maar dan moet je even heel diep inademen. Ja. Zo, doe maar uitademen. Zo. Oké, nou, dan mag je weer fictief op de brakaar komen liggen. Kun je lopen of niet? Ja. Oké. Ik moet zo even in en uit dienst, want mijn brakaar werkt niet. Is goed. Ga maar naar deze intensive care. Ga maar op een bedje liggen. Is goed. Oké, even dit ding pakken. Ja. Ja. Waarom pak ik dit ding? Ik moet mijn tablet hebben. Sure. Oké, even kijken. Ja, nou, ik ga even je MRI en je X-ray erbij halen. Is goed. Ja. Nou, ik zie dat je... Goedendag, Dinant. Ik zie wel dat je arm is gebroken. Dus daar krijg je wel gips voor. Ook heb je een hersenschudding. Daar krijg je pijnstelling voor. En dan moet je gewoon heel rustig aan gaan doen. Maar voor de rest, gelukkig ziet het er allemaal goed uit. Mooi. Dus ja, ik ga wel je linkerarm in het gipsen. Zie ik dat ook op mijn netvlies of niet? Wat zei? Zie ik dat ook op mijn netvlies? Ik heb een beschikbaar die met een beddenwagen naar Nederland zou komen. Ik heb een meneer die moet echt mee in de ziekenhuis, want hij reageert niet. Nee. Wat voor locatie? Het Nederlands. Ja, dan ga ik even dat gips voor je pakken. Maar ik zit terug. We zijn allemaal anders. En onze playlists bewijzen dat. Oké, je mag een kleurtje kiezen. We hebben alle kleuren. Blauw, dat ziet u wel aan mijn trui. Blauw. Oké, dan ga ik even je handschoen uitdoen. Ja, dat is goed. Zo. En even Oh. Hou maar aan. Ik vind het prima. Ja, zo. Ja? Oké. Okay. Ja. Thuis, op je werk en onderweg in zo.
Ik ga eerst de kousen eromheen doen. En de... zo. Dan doe ik de watten eromheen. Is dat ook een prioriteit van de kraaien? Ja. Ik ga nu de normale gips erin. Prioriteit 1 als ik kan met schreeuwen. Hij is wel... Hij heeft wel hartslag, goed is allemaal goed, maar... Ik krijg geen verhaal bij hem. Oké, ik ga nu dat blauwe... Blauwe zachte onder. Kijk eens hoe mooi. Ja, dank u wel. Je krijgt wel nog pillen mee. Ja, is goed. Als je wil, ik heb ook nog een rolstoel voor je. Een roze pil? Een rolstoel. Oh, een rolstoel. Oh, sorry. Ja, dat zou ik wel willen eigenlijk. Oké, okay, dan schrijf ik me af. Ik heb weer een... Mag ik deze weer aandoen? Ja. Top. Heeft de sport meer nodig naar het ziekenhuis? Nee, is heel goed zo. Oké, is van hem. Alsjeblieft. Oh, je bent onzichtbaar voor mij. Ah, kijk, is een mooie rolstoel. Ja, zeker. Die heb je voor 10 minuten, dus. Ja, top. Doe ermee wat je wil. Je kan alleen niet meer rijden, dus. Nee, oké, okay, nee. Prima. Dank u wel, mevrouw. Ik maak hem even open voor je. Ja. Ja. Hier is mijn leven. Je mag eruit. Ho! Dat is mijn rolstoel. Hij rijdt rolstoel, ik heb ook rolstoel, dus. Gaat het, mevrouw? Ja hoor. Nee, hij wil twee. Nou. Wat? Oh! Moet je mij helpen? Altijd. Wat heeft hij gedaan? Dat weet ik allemaal niet. Ik heb een paar keer uit de bocht gevlogen, denk ik. Ik weet niet überhaupt of ik überhaupt wat heb. Nee, ik ga wel. Je hebt niks. Ah, oh, toppie. Fijne dag. Ja, chill. Die man is van Wagner. Hij is illegaal. Ja, wat doet deze man? Hulp nodig? Oh, ik loop mank. Ja. Zo. Illegale criminatie. Wow. Illegale organisatie. Wie? Hij, die man net. Oh, ja, neem mijn pakje aan. Waar is hij? Het is niet bij mijn pakje aan. Dat is voor de. Neffel, ik mijn ogen trippen nog. Ga maar even zitten. Ik ben van Peaky Blinders, hè? Oké. Okay. Ik heb daar niks mee te maken, dus ja. Ik heb daar niks mee te maken, dus. Wil je ons journalen? Nou, nee. Zo, wij zijn gewoon normale mensen. Ja, maar ik ben prima aan dit. Ik heb het al druk genoeg. Wat heb je? Ik heb het al druk genoeg met deze baan. Hallo. Ben je klaar? Ja. Kom maar. Even wacht, ik wil wel eens even... Wacht, ik kom eens weer terug. Zo. Wat er binnen. Zo? Dit is niet van mij. Ja, hij is niet van jou, maar je haalt hem wel van spot en je rijdt naar op. Yo! Oké. Ik ga even een paar dingen bijvullen. Oké, moet je zeker doen. Jojo. Yeah.
Hoi. Hoi. Hé! Hey. Oh, hier is allemaal geld. Ik heb hier letterlijk 18k aan liggen. Waarom sta je dan niet op de bank dan? Nou ja, dit is zeg maar voor als ik zeg maar ding moet halen hier, dat geld kost. Dat is wel. Ja, ik ben ook heel slim. Zo, nou dan gaan we nog even een paar rolstoelen halen. Dat mag niet. Ja. Zo, ik vind het prima. Even staat 5 is over een half uurtje weer terug. Vernomen. Rowan, kom eens uit. Ik ga heel even mezelf in en uitkloppen. Ik ga even mezelf in en uitkloppen. Nou jongens, dan ga ik bij deze de video afsluiten. Ik hoop dat jullie ervan genoten hebben. Ik in ieder geval. Ja, tot de volgende video. Later.